Goedemiddag, vanuit. Zeer zonnig. Sweetie Suriname. Het is bijna 12 uur. We zijn hier bij huis Emma. U weet, oma wordt zaterdag 100 jaar. En in aanloop van de 100 jaar doen we wat leuke dingen. Omdat ze op haar dag zelf hier niet is. Dus gaan we ons aanpassen. We passen ons gewoon aan. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Drink in de vriezer gedaan. Ze worden nu getrakteerd op eten. Vanmorgen zijn ze getrakteerd geworden op ontbijt. Broodje ei. En vanmiddag krijgen ze ook weer. Morgen ook weer. En we hadden gedacht vrijdag nog iets te doen. Maar we begrepen dat de familie haar ook meeneemt vrijdag. En ze blijft slapen. En dus zaterdag... Nou, dat zie ik dus helemaal niet. Ik ga even nu het eten laten zien. Weet, in het kader van transparantie. We vergeten vanochtend de foto's te maken van het brood. Dus dan gaan we nu even laten zien het eten. Maar vanmorgen hebben we allemaal brood gekregen. Brood met ei. Dankjewel, Tanja. Nu gaan we kijken naar... Hi, Carmelita. Hi, Luitjes. We zijn er weer. Ja, weer Willem. Druk aan het werk, hè? Ja, zoals altijd. Zoals altijd. Hey. Maar wel leuk om te doen, toch? Ja, oké, we gaan even kijken. We hebben 35 porties gehad. En ik kan me niet even open doen. Goedemiddag, zus. Dit is wat ze gekregen hebben vandaag. Goedang. Goedendang. Lekker verzorgd voor de mensen. Gele rijst, bami, kip. Ei, een soort van pichel achterding. Ja. Dat krijgt ze. Ze is heel lang. Ja, dat krijgen de mensen. Het is hier, dat wordt verdeeld. Oma krijgt een beetje minder, want oma kan niet meer zoveel eten. Maar dat is om te laten zien wat er gebeurt met de donaties die ik heb gekregen. Morgen doen we hetzelfde, 's middags en 's avonds, 's ochtends en 's avonds. Omdat morgenmiddag al iemand trakteert die jarig is. En dan hadden we vrijdag ook nog gepland, dat heb ik gisteren begrepen. Dat kan niet doorgaan, omdat de plannen zijn gewijzigd. Maar dat geeft niet, dan wijzigen wij ook onze planning. Dus geen probleem, dan gaan we het... Wordt er geroepen? Oh, oké, dus dan gaan wij ons aanpassen. We moeten kunnen schakelen. En ik kan schakelen. Ik laat me zeker niet... Hè? Even kijken. Even de mensen zeggen. Goedemiddag, dames en heren. Ik wil u zeggen dat dit eten... Oeh, pardon. Was je aan het bidden? Oh. Dit eten is geschonken door de donateurs, de leden van Travasde. Naar aanleiding van oma haar verjaardag aanstaande zaterdag. Dan kreeg ze een lekkere portie eten. Merci, dankie. Ja, dus dat is ja, dat oma. Eten is heerlijk, bedankt hoor. Want jullie vonden de vorige keer lekker, dus ik heb die mevrouw gevraagd. Ja toch, meneer Tuinvoort, verhaal portie. Ons had ik wel hapje meneer Tuinvoort. Mevrouw Carmen, hoe gaat het met u? Hij go? Ja, ik mis hem wel hoor. Ja. Boy, abonjang. Hij rustte in vrede. Hij rustte in vrede, zeker. Ik mis hem wel als ik denk aan hem. Hier hebben we allemaal de versieringen die we hebben gekregen. We gaan toch het gewoon doen alsof het haar dag al is. Wat zegt u? De kaarten die gaan we straks ook weer bekijken. Allemaal leuke versieringen gehad van mensen uit Nederland. Hoe heet ze nou, mensen, kinderen, Glenda, of heeft heel veel gestuurd. Oh, misschien staat haar naam erbij. Ja, Glenda Blaker, dankjewel Glenda, voor alles wat je gestuurd hebt. En we gaan onze plannen moeten wijzigen, vanwege onvoorziene omstandigheden. Maar we gaan het gewoon doen. Dus we zullen het allemaal, we gaan vanmiddag eventjes wat leuke dingen doen. We gaan het gewoon doen. Snapt u? We gaan het gewoon doen. We hebben dingen gekregen met 100 erop. Minder kan zin in zijn, Gobaka. Dus we zelf de taart.
Because we hebben van alles in de doos. Happy birthday. Je ziet het. Dan gaan we dit laten liggen. Nee, we gaan het niet laten liggen. We gaan het alsnog doen. Alleen. Amen. Smakelijk eten. We gaan ons gewoon aanpassen. Amen. Ik heb zoveel kaartjes. Ik heb niet alle namen kunnen onthouden. We zijn bezig met de kaarten. Ben ik vorige week begonnen voor te lezen. En we zijn aardig gelukt. Dus ik weet niet of ik uw naam heb gezien hoor. Dat houdt u me dat ten goede. Ik heb hier nog een leuk cadeautje voor de gekregen. Kun je dat verder openmaken? Ja. Want even, John, ik moet eventjes dit cadeautje van de filmen. Dus ik ga zometeen even naar binnen, dus ik weet niet waar je naar buiten wil. Ze moeten gebruikt worden. Ja, toch? Dus dat gaan we gewoon even doen. Dat snapt u natuurlijk wel. We gaan gewoon schakelen. Bria, nodig. Vrijdeman kan. We hebben echt gelezen gisteren. We zijn nog bezig om weer andere te lezen. En dan ga ik allemaal stuk voor stuk de namen lezen. En we zijn erg blij met alle hulp. Dus ik laat nog even een cadeautje zien van oma. Ze is nu aan het eten. Het is rustperiode. Dus ik ga niet even jubi maken. En dan gaan we vanmiddag een beetje versieren voor haar. In de aanloop naar haar 100ste verjaardag. Kan ik komen om te laten zien? Zo. Heeft ze gekregen van Helia. Dat kan pas. Ja. Mooi. Ja, maar even kijken. Wauw. Prachtig. Wauw. Ja man, laten zien. Kijk eens oma. Heeft van Helia gekregen. Mooi hè? Oh, gaan we aan de muur voor u hangen. Ja. Gaan we aan de muur hangen, ja? Aan de muur hangen. Okay. Ja. Prachtig. Heel mooi, Helia. Dankjewel. Ja, mooi. Heel mooi. We gaan een mooi plekje ervoor zoeken. Absoluut. Waar ze daar ook naar gaan kijken. Als het zo hangt. Kan zo of. Of voor de, boven de televisie. De televisie is misschien handiger, hè? Want ik kijk steeds naar de ja, televisie. Klopt, ja. Ja. Heel mooi. We gaan het even nog een keer laten zien. Oma Sigum 100 jaar, 30/9/23. Geweldig, daar zit ze. Toen hadden we allemaal die Vajalubis voordeur. Leuk, mooi. Dankjewel, Helia. Ze eet lekker, mensen. Dit is tractatie van mensen uit Nederland. Wow. Echt mooi. Dus we hebben iedereen getrakteerd namens u. Gemeente. Ja. Iedereen heeft dit gekregen namens oma Sigum. Ja. Die 100 jaar wordt. Mooi joh. Verwennerij hè oma. Maar u verdient het hoor. Mm. Absoluut. Maar ja, het is mooi hè. Ja, ja. Prachtig. Ja. We gaan met een kok die komt van mijn morgen. Ja. 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 We bedanken ze ja. Ik kijk eens, eet lekker. Kom heerlijk hè. Bedanken ja, dan, je mag zelf bedanken oma. Zegt u bedankt allemaal. Dank u aan. En bedankt die mensen die het voor me heeft gedaan. Ja, ja, dat moet u doen, ja. Maar ze weten de mensen, wij bedanken. Wat is je, Kamerita? Ja, dames en heren, hartelijk dank dat u oma zo verwennen. Ze verdient het en ik vind u zo geweldig dat u dat voor haar doet. Maar ja, travasté, hè? Hoe anders? Altijd bereid, jullie zijn altijd bereid te helpen en daar zijn we heel erg dankbaar en het kind ervoor. Thank you, guys. We zitten lekker te eten. En dit gaan we dus echt een mooi plekje geven. Voor het hangt in haar huisje. Prachtig. Alleen het weer. Ja, alleen het weer. Ze heeft het heel erg warm. Ze moet iets anders aan. Die kleren die je hebt gebracht, zijn ze iets dunner? Ja, je hebt met dingen. Dat zijn er. Ja, maar goed als het dun is. Zo. Oké, dan houden we dit. Kan me dit goed mooi? Dag, tot later. Maybe.
Ja. Nee. Oh, kijk eens, Carmelita. Ja, mooi man, want het is veel te heet. Dankjewel, Carmelita. Ja, heb je dat laten zien? Omi. Mooi, no? Mooi. Lekker luchtig, hè? Ja? Lekker luchtig. Heeft Carmelita voor u meegenomen? Ja? Toch ik heb mijn oorapparaat. Ja, batterij, no? Bye, boy. Oh, ja, ik ga mijn oorapparaat doen. Ik heb gegeven voor je. Gloria heeft het genomen. Gloria heeft meegenomen. Oh, die ene. Nee, is kwijt. Hij zegt, hier ja. Oma, in de dop. Ja, in het bakje. Misschien krijg je dit van de andere zometeen. Wat zegt u? Hij is in het bakje. In het bakje? Ja. Dat is net bakje. Ja. Ze heeft het gebracht om te doen. Nee, ze gaan batterijen voor u meenemen. Kijk. Oh, mevrouw, kan het voor je me dragen, man? Ja, als ik klaar met eten, oma. Ik denk dat ik een foto draagt het voor me. Nu. Oma, de baar meer, hè? Ja. Maar denk het niet, je hebt baar meer, jong. Je hebt baar, hoe zo? Ik heb baar, maar ik weet het, oma. Ik weet het. Ze wordt slecht, dus ze baalt ervan. Oké, we gaan de oorzaak. Waar heeft het meegenomen? Nee, ze heeft het meegenomen. Dat maakt me zo thuis. Ze had het meegenomen te versterken. Nee. Maar wat staat het voor me af? Ze luistert niet in. Ja, dan kan ik een beetje horen. Ja, bye. Nee, Bari. Daar gaat hij, ja? Kijk of ik het nog weet. Omdat ik niet hoor. Okay, voor we gaan batterij voor de rekening. We gaan eruit. En dan ben ik er later weer zo terug. Goed. En hebben we wat hebben geversierd met de dingen die jullie gestuurd hebben. Ja. Dat moeten we laten zien. Yes? Dus nu gaan we genieten van het eten. De mensen zijn genieten aan de voorbereidingen voor het pre-feest van zaterdag voor haar. Oké, thank you. Later. Ik weet het niet.